In de Nationale Assemblée is vandaag de vergadering omtrent de behandeling initiatiefwet op de jaarrekening voortgezet. Deze wet is volgens het parlement nodig voor het bevorderen van transparantie van het overheidsbeleid. Benadrukt wordt dat voor elke organisatie, ook een eenmansbedrijf, het opstellen van een jaarrekening essentieel is. De commissievoorzitter Amstad Abdoel gaf in de vergadering vandaag in een nutshell de nieuwe bijkomstigheden aan. Volgens hem zijn er omtrent de verplichting voor de ondernemers tot het opstellen van een jaarrekening met een heleboel zaken rekening gehouden. Daar er nu een overgangsfase zal zijn, moeten de ondernemers niet te veel problemen krijgen als zij niet volledig kunnen voldoen aan de verplichting. We hebben rekening gehouden met de grootte van de restpersoon. We zijn de kleine restpersonen tegemoet gekomen door te zeggen dat ze hun jaarrekening gewoon op basis van het goedkoopmansgebruik kunnen opmaken. We hebben rekening gehouden met de organisatie van openbaar belang die kwalificeren als ze zijn kleine restpersonen. We hebben rekening gehouden met het kostenaspect. We hebben rekening gehouden met de overtredingen, een boete bepaald, het proces, beroep en bezwaar. We hebben rekening gehouden met de omvangscriteria die bepaalt of je behoort tot een grote, middelgrote of kleine restpersoon. We hebben vastgesteld dat de criteria ook kan worden gewijzigd bij staatsbesluit wanneer blijkt dat bijvoorbeeld de middelgrote bedrijven niet kunnen voldoen aan de verplichtingen. En dan kan je die criteria's een beetje bijstellen. Ik denk, voorzitter, dat we heel intensief bezig zijn geweest met deze wet. Als voorzitter van de commissie van rapporteurs ben ik ook betrokken geweest bij de werksessies. We hebben letterlijk, voorzitter, rekening gehouden met de input van alle actoren en bijna alle wijzigingsvoorstellen waar dat mogelijk was, hebben wij dat meegenomen. Van de openbare vergadering over de behandeling van de initiatiefwet op de jaarrekening.